Een woning aan de Hoefkade is woensdagavond overvallen. De daders gingen er na de overval vandoor en zijn nog voortvluchtig. De politie is direct een zoektocht begonnen in de omgeving, maar heeft niemand kunnen aanhouden. De Hoefkade is tussen de Jacob van Marenstraat en de Pieter Lastmanstraat enige tijd afgesloten geweest voor sporenonderzoek. Den Haag is op zoek naar locaties voor zogenaamde aanzoekcontainers. Mensen die in de wooncontainers moeten komen wonen zijn al jaren bekend bij de zorg- en hulpverlening. Ze leven nu op straat, in woonvoorzieningen of in een gewoon huis en veroorzaken veel overlast. Door ze apart te laten wonen is er minder overlast voor de rest van de samenleving. Saskia Kriekhaus is weer werkzaam als directeur van het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal. Kriekhaus werd op non-actief gesteld nadat ze werd beschuldigd van fraude en dubieuze declaraties. De rechter heeft de beschuldigingen ongegrond verklaard. Sinds dinsdag is Kriekhaus weer aan het werk bij de culturele instelling op het Spui.